als witloof. Niet de wortel die men breekt en keert in de ast, maar de koele kwetsbaarheid van het tere blad. Zoals het donkerte wil om wit te zijn en kilte zoekt om bitter te worden. En breekbaar blijft en bleek. Een bundel ongebroken verlangen. Vandaag gaan we een oer-Vlaamse Brabants receptje maken. Witloof met kaas en hesp. Stap 1, het kruisen van het witloof. We moeten vooral het onderste gedeelte dat bitter is eraf snijden. Dat deel zat op de witloofstronk. Dat gaan we eraf snijden. Stap 2. We gaan de witloof garen. Dat doen we een flinke klont boter. Een klein beetje bij. En dan daarin gaan we nu die lekkere stroompjes heel langzaam laten gaar worden. Voor het garen gaan we een paar smaakmakers toevoegen. Mijn geheime wapens. Sterranijs. Oeps. En kruidnagel. Dan witloofjes drijven heerlijk in de hoegaarden. Met de smaakmakers erbij straks. Nog wat peper en zout. Maar nu gaan we hen lekker bedekken. Dat ze niet koud krijgen. En vooral dat ze evenwichtig garen. En een bordje erop als gewicht. En het deksel. Ziezo. En nu wachten tot ze mooi gaar zijn. Ondertussen hebben de witloofstronken de tijd gehad om rustig gaar te worden. Hebben we ook een bechamelsaus gemaakt. En nu gaan we het stronkje in het rolletje wentelen. Ziezo. En dan leggen we schoon in een ovenschotel. En het volgende rolletje. En zo gaan we die hele schotel mooi vol leggen. Voilà. En nu alle witloofrollen mooi bedekken met de heerlijke bechamelsaus. Wat kan het leven mooi zijn. Perfecte. Nu werken we af met nog wat gemalen kaas. Een heerlijk korstje vormen. In de oven onder de grill. En nu nog een klein beetje paneermeel om het crunchy te maken. Heerlijk, hoe lekker. Hoe zou dat witloof toch geteeld worden? Vandaag gaan we eens zien van hoe wordt dat witloof geoogst, hoe wordt het gezaaid. En we gaan starten met de eerste stap en dat is zaaien. In Sterrebeek zijn er nog enkele velden waar witloof gezaaid wordt. Je ziet dat hier. Het witloof wordt gezaaid in het veld. En na een tijdje gaan de wortels beginnen groeien. Bovenop die wortels komt een groen loof. Dat is groen omdat er heel veel zonlicht bij kan. Tijdens de zomer gaat die wortels heel mooi groeien. En dan zo in oktober, november, misschien zelfs al eens in september ook al, worden die geoogst. Van die wortel gaan ze dat loof wegdoen. Want dat loof is niet lekker om te eten. Het eerste stapje is de wortels. Aan die wortel zie je nog bovenaan dat er een klein beetje groen op zit. Dat is te lang. We gaan daar een klein beetje afhalen. Want hierboven moet het nieuwe witloof groeien.
onderaan gaan we een beetje zorgen dat die wortels allemaal ongeveer 17 centimeter zijn. Dus ook onderaan gaan we een stukje. Dan kan je op twee manieren witloof groeien. Ofwel ga je dat doen in grond, dat noemen ze grondloof. Ofwel kan je dat ook met water doen. Het is heel belangrijk dat zo'n witloof in het donker staat. Want anders krijg je terug zo'n groenloof en dat vinden we niet lekker. Bij de boer zie je hier hoe dat hij het doet. Normaal gezien, na 3 weken is het witloof volgroeid. Dan kunnen wij het ook oogsten en iets lekkers van klaarmaken. Er bestaan 2 systemen. Ofwel houdt men volle grondloof, ofwel hydroteelt. Maar hydroteelt is veel later ontstaan, pas in 1900. En dan blijft dat heel lang in het veld groeien. Vroegloof wordt geoogst in september, terwijl heel laat witloof wordt geoogst in december. Dan worden de wortelen gerooid en dan begint het terug te verschillen. Volle grond witloof wordt ingetafeld in volle grond en bedekt met een laagje grond. En dan geforceerd, dat wil zeggen, door ondergrondse buizen krijgen de wortelen warmte en gaan ze groeien. Bij hydrocultuur komen de wortelen terecht in kweekbakken, in kweekcellen. En dat duurt dan 3 weken vooraleer de boer kan oogsten. In hydrocultuur wordt het intafelen veel eenvoudiger. Dat gebeurt in kweekbakken al rechtstaande en het oogsten ook. Dus dat is een grote vooruitgang. Als de oogst klaar is, dan komt de oogst op de veiling en dan krijgt de teler een prijs ervoor. Dat gebeurt bij afslag. Bijvoorbeeld als de instelling gebeurt op 4 euro per kilo, dan kan dat afzakken naar 2 euro of 1 euro naar gelang het aanbod. En dan zal de groothandelaar bepalen hoe dat moet verpakt worden. Ofwel voor het buitenland, ofwel voor het binnenland. En dan komen alle magazijnen in aanmerking. De Leize, Colruyt, Makro. Dan moet dat verpakt worden volgens de vraag van die grote winkelketens. Als dat allemaal in orde is en verpakt is, dan moet dat witloof zo snel mogelijk ter plaatse zijn, zodat degenen die het witloof moeten gebruiken, beschikken over zo vers mogelijk witloof. De witloofteelt werd in feite bij toeval ontdekt. Onze boeren die planten vroeger chicorijwortels om daarvan surrogaatkoffie te maken, chicorij. Maar in 1830 dan waren er 2 boeren uit Everen, Braams en De Koster, die bij toeval ontdekten dat er op de wortel witte stronkjes of kropjes groeiden. Wat was er gebeurd? Het was een strenge winter en ze hadden een groot gedeelte van de wortelen in de kelder gegooid en daarop dan een laagje grond. En dan gebeurde het wonder, op die wortels groeide een stronkje witloof. De boerinnen die vonden dat ze dat eens moesten klaarmaken en dat smaakte lekker. En dan zijn ze daarmee getrokken naar de markt
in Brussel. Maar dan kwam er een grote vooruitgang door braziers. In 1850 begon die te experimenteren met de witlofwortelen in de kruidtuin in Schaarbeek. En hij had daarmee resultaat. Mijn bedovergrootvader was een witloofboer. En omdat hij zich zo inzette voor die teelt, hebben de mensen van Everberg een reus gemaakt. En die hebben ze P. Blok geheten. En in Everberg is er nu nog altijd een straat die de Blokstraat heet.